Zo, vorige week waren we ook al in het stadhuis in Knokke voor het meerjarenplan, dat toen toegelicht werd door schepen Piet de Grote. Meerderheid, vandaag willen we toch ook eventjes ons oor te luisteren leggen bij de oppositie. Daarvoor bij ons Luc Lierman van Groen, fractieleider van Groen. Ik heb heel veel enthousiasme gehoord afgelopen week bij Piet de Grote. Is dat enthousiasme even groot bij de oppositie? Wel, wij hebben een genuanceerd mening over het geheel. Dus qua fractie Groen is eigenlijk dus de samenwerking tussen SPA en Groen in Knokke-Heist. Wij vinden dat in die gemeentelijke visie die nu naar voren geschoven wordt, dus het beleidsplan voor 2025, dat daar een aantal sterke punten in zitten, die wij ook willen onderschrijven. Maar er zijn ook duidelijk voor ons een aantal werkpunten. Nu, qua sterke punten bijvoorbeeld vinden we het zeer goed, die ideeën, de plannen die je rond MAAK, rond de gemeentelijke bibliotheek enzovoort naar voren geschoven worden. Dat is werkelijk zeer goed. Wij mogen heel trots zijn ook op die visie die men heeft rond MAAK. Evengoed naar de visie die men heeft of de uitbouw rond het cultuurcentrum en dan specifiek rond de BIP. Dus dat zijn echt heel sterke punten. Maar, zijn er ook een aantal die dan waar het schoentje wringt? Ja, daar wringt het onder meer op de plannen rond woonproblematiek. Wij kunnen aan de hand van, en u ziet hier eigenlijk dat meerjarenplan, dat is dus een dikke turf, een 866 bladzijden, aangevuld trouwens met de financiële nota daarvan. Dus dat is eigenlijk 1000 bladzijden die in feite naar de toekomst toe voor de volgende 6 jaar eigenlijk de rode draad zou moeten zijn in het beleid van de gemeente. Als we daar die woonproblematiek bekijken, dan merken wij dat als we de vergelijking maken met het verleden, dat om de 6 jaar er figuurlijk een bepaalde viool uit een kist genomen wordt, die viool wordt gestemd en dan zegt men, eigenlijk moeten wij in onze gemeente meer sociale woningen hebben. Dus ik ga terug naar 1994, 2000, 2006. Telkens opnieuw merken wij, die viool wordt dan netjes opgeborgen en dan gaat het gewone dagelijkse leven verder. Maar als er een verkiezingsjaar komt, dan neemt men die viool opnieuw uit de kist enzovoort. Maar waar draait het uiteindelijk om? Het draait erom dat men hier een duidelijk probleem, van er zijn te weinig sociale woningen en ook de laatste jaren zegt men daarbij er zijn te weinig woningen, betaalbare woningen. Worden er nog meer violen uit de kist genomen? Sorry, dat is een beetje het winterweer. Meer violen uit de kist, er zijn er een aantal. Bijvoorbeeld, wij gaan een inspanning doen rond milieu of wij gaan mobiliteit. Dit zijn inderdaad oude violen die bovenkomen. Maar eigenlijk zijn voor een aantal zaken, als wij dat plan bekijken, dan zijn duidelijk een aantal knelpunten. En ik keer nu terug naar die woonproblematiek. Als je meer betaalbare woningen wil hebben, dan moet dat ook voorbereid worden. En hier staat in die nota letterlijk, op bladzijde 395, daar staat, er is voor heel de gemeente slechts 1 persoon die in de woonwinkel die projecten kan voorbereiden en kan opvolgen. Ontoereikend. Ontoereikend tot en met. En dan hebben wij ook als oppositie voorgesteld van, kijk mensen, neem minstens 1 personeelslid meer in dienst. Dan stelt zich de vraag, waar haal je dat budget? Dan zeggen we, als je kijkt naar grote evenementen die door de gemeente gesponsord worden en royaal gesponsord worden, als je een project hebt als Agence Hippique, met alle respect voor alles wat daar rondgaat, maar als wij als gemeente daar 200.000 euro sponsorgeld naar voren schuiven, neem daar een 50.000 van af en daar heb je al ruim voldoende geld om 1 personeelslid te betalen. En dan ga je werkelijk eigenlijk de problemen die nu al decennia aanslepen, daar ga je oplossingsgericht kunnen rondwerken. Het beleidsplan is goedgekeurd. Hoe gaat men dat dan nog bijsturen? Wel, in het beleidsplan staat dat ook jaarlijks opnieuw er bijsturingen mogelijk zijn. Dus eigenlijk vanuit de suggesties die wij als oppositie naar voren schuiven, hopen we dat er voldoende mensen in de meerderheid die inderdaad zijn die dan zeggen van kijk, hier zien we inderdaad dat dingen tekort gaan. Hier hebben wij het recht als gemeenteraad om dit inderdaad in een andere richting te schuiven. Dat kan. Ik heb niet alleen dus de problematiek van het wonen, maar bijvoorbeeld ook de mobiliteit hier.
We stellen vast, we zitten met een verouderende bevolking. Dus mensen die moeilijker mobiel worden, die kunnen niet altijd nog met de wagen verder. Dus die moeten op een bepaald ogenblik, als zij niet in eenzaamheid in hun appartement willen blijven, dan moeten ze zich kunnen verplaatsen. Sorry hoor. En dan zit je... Eigenlijk dan zijn ze in sommige situaties ook terug, ja, worden ze verwezen naar de lijn. In heel dit plan vinden we niks terug van de lijn. En dit vinden we een schrijnend voorbeeld van tekortkoming. Dus beleidsplan of meerjarenplan wil ik nog eventjes citeren, 2020-2025. Er is duidelijk nog wel wat werk aan de winkel. Er is duidelijk werk aan de winkel. Hè. Ook bijvoorbeeld, er zijn een aantal goede dingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Knokke-Heist profileert zich als een gemeente die zeer bijvriendelijk is. Van daaruit het belang van bijen, zeker bij die klimaatopwarming, bij voedselproductie enzovoort, daar is Knokke-Heist zeker mee met de boot. Daar zitten we echt in de koplopers van het beleid daar rond. Dus dit is een zeer positief punt. Aan de andere kant zien we dan bijvoorbeeld dat op het vlak van bomen aanplant, die nogthans zeer belangrijk is bij de klimaatopwarming, om gewoon de CO2 terug te kunnen dringen, Daar is geen beleid momenteel. Dus dan schuiven we dat ook naar voren. Alsjeblieft, als je een geboortebos hebt, dan is dan in veel gemeentes dat er elk jaar bomen geplant worden aan rato van het aantal kinderen dat geboren is. Als je dat over meerdere jaren doet, ja, dan maak je inderdaad bossen bij. Knokke-Heist bijvoorbeeld op dat vlak zit met, wij gaan één boom aanplanten voor alle kinderen, alle 186 kinderen die vorig jaar geboren zijn. Ja, sorry, plant er eens 186 bomen bij. Hè? En doe dat meerdere jaren en je moet niet afkomen met, er is geen plaats genoeg om het te doen. Nee, dit is een kwestie gewoon van beleid. Dit is een kwestie van keuzes dat je kunt maken. Ik keer terug naar bijvoorbeeld die problematiek. Hoe gaan wij het aantal wagens in het stadsbeeld verminderen? Je kunt zeggen, we gaan die parkeertarieven naar boven trekken. Ja, maar dan blijf je vaststellen dat er 13.000 parkeerplaatsen zijn, maar wel al 19.000 wagens ingeschreven. De vraag is, heeft iedereen werkelijk een wagen nodig? Kun je dat niet oplossen met autodelen? En wat is autodelen dan? Dat is dat je met afspreekt, heel concreet met enkele mensen, van wij gaan voor onze beide gezinnen of onze drie gezinnen, wij gaan één auto gebruiken. En we gaan duidelijk afspreken van hoe dat we dat gaan organiseren per week of per maand. Dat betekent dat als je maar één wagen meer hebt, dat je ook inderdaad voor jezelf als gezin, dat die kosten enorm dalen. Je hoeft niet meer te betalen voor je verzekering. Je autobelasting is voor de helft of voor een derde, valt terug op een derde. Dus dat zijn inderdaad heel veel positieve zaken. En ik moet zeggen, we hebben hier in Knokke-Heist via iemand die we kennen, mevrouw Veerle van Eekhouten, die zich met dat project bezighoudt. Dit is een project waar echt mogelijkheden in zitten. Alleen merken we dat daar in dat meerjarenplan één of twee zinnetjes over staan, maar niks concreets. Oké. Ik neem aan dat we het moeten blijven in de gaten houden en vooral bedankt voor jouw toelichting. Heel hartelijk bedankt voor de kans die we krijgen. Dus voor alle duidelijkheid, Groen geeft zich onthouden bij de stemming. Wij hebben niet tegengestemd. Waarom niet? Omdat er duidelijk ook een aantal positieve zaken in dat meerjarenplan zijn. Positieve zaken waar we echt onze steun willen aan geven. Maar er zijn een aantal werkpunten. Dus in feite, laat ons zeggen, het is op een gelijke stand geëindigd. En daar kunnen we geen drie punten eigenlijk aan toekennen. Maar een nul is ook niet. Dus laten we het bij een eentje houden. Zoals ik al zei, in de gaten houden. We gaan ons best doen. Als fractie. Erik Golé voor Kneisie TV in het stadhuis in Knokke-Heist.